aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar in Zwarthoed, Adviseurs en Verzekeringen, Mick Volendam Kraanverhuur, Tol Plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen. Ajax worstelt zich naar het einde van het voetbalseizoen. Jak, gaat de dennenappel mee naar Amsterdam zondag? Ik moet het nog maar zien, Edward. Je bent twijfelachtig. Ja, want Ajax heeft natuurlijk wel het voordeel dat ze niet meer Europees spelen. Maar ik heb mijn twijfels. Over de bekerfinale, over de promotiekoorts bij FC Volendam en heel veel andere voetbalzaken praten we met Alex Pastoor en Kees Luijks. Welkom bij aflevering 35 van De Aftrap. Alex Pastoor voetbalde in de jaren 90 voor Volendam en voor Heerenveen in de Eredivisie. Vertrok daarna naar het buitenland en is sinds deze winterstop eigenlijk weer in Nederland aan het werk. Alex, bij Almere City FC. Gereanimeerd, mag ik het zo zeggen? Nou, we leven volop en we doen goed mee in de vierde periode. Ja, dat mag je zo zeggen. Fijn dat je er bent. AZ, Excelsior, NAC, ADO en Roda waren de clubs waar Kees Luijks voor voetbalde in Nederland. Hij maakte nog een uitstapje naar Hongarije, Denemarken en Griekenland. En is nu, sinds dit seizoen, is hij eigenlijk klaar met voetballen. Kees, mis je het? Gek genoeg niet. Nee? Nee, ik ga nog regelmatig naar voetbalwedstrijden. En dan zou je denken dat dat gevoel wel weer een beetje terugkomt. Omdat dat je op het veld wilt staan. Maar dat, gek genoeg, ik mis het niet. Ik kan ervan genieten ook nu om gewoon naar te kijken. Dus, Hoe kan dat nou, dat je dat zo lang gevoetbald hebt en je mist het voetballen niet? Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje ben... Kijk, ik ben nog steeds in de voetballerij bezig. Ja. Dus dat is wel één. Aan de andere kant ben ik denk als voetballer wel een beetje... Was ik wel een beetje leeg, denk ik. Ja. Mentaal, hè? Fysiek kon ik nog wel. Fris en fruitig, achter de bar. Nettie, goedenavond. Hey, Edward. Erik ten Hag gaat naar Manchester United. Wie moet opvolger worden bij Ajax van ten Hag? Nou, als je nou Alex Pastoor neemt met John Medgod als assistent... dan heb je een gezegend team. Ja, daar heb je ook aan gedacht. Ja, met God. Dus zo moet eruit gaat hij volgens mij. Volgens mij kan wel. Het kan niet meer misgaan, Alex, met de goden zo. Ik denk voor de zekerheid André Pauze nog bij. Ja. Zo kunnen we nog wel een elftal maken waarschijnlijk ook. Ja. Ja, denk het wel. Ja. Adrie Koster. Maar is dat wat voor jou, Ajax? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, nee, waarom niet? Omdat ze niet bellen? Nou, ik denk... laten we dat op de eerste plaats. Oké. Okay. Maar ik vind dat... dat is voorbehouden aan... aan mensen zoals Erik ten Hag. Ben je nu niet een beetje vals bescheiden? Of is dit gewoon realistisch? Nee, ik denk dat het heel realistisch is. Ja, ik denk... ik heb bij hem... We hebben voorheen samen de cursus gedaan. En ja, daar zit een soort van bezetenheid in. Waarbij ik denk, zou ik die hebben of nog hebben? En als je me nu zo vraagt, dan zeg ik gewoon, ik denk het niet. Nee, maar als ze bellen? Dat is het dat beetje is hetzelfde als Manchester United je belt. Dat ja. Geen nee. Daar zou ik wel ja tegen zeggen. Ja, ook al is het een commerciële club. Ja, daar zijn de meningen wel over verdeeld, maar goed. Zondag is in de Rotterdamse Kuip de bekerfinale tussen nummers 1 en 2 van de Eredivisie. Ajax en PSV staan dan tegenover elkaar. En wij hebben denk ik heel hard geknokt om in deze positie te komen waar we nu zijn. Wij strijden voor 2 titels. En daar is het om te doen. En daar zullen we onze volledige aandacht bij hebben. He, want wij willen die titels pakken, want daar leven wij voor. Iedere wedstrijd heeft zijn verhaal, maar laat ik het zo zeggen. Het zijn de 2 beste ploegen van Nederland. En beide hele goede ploegen, die ook Europees, denk ik, allure hebben. En die daar ook de status hebben waargemaakt. En ja, die gaan de degens kruisen en het wordt een prachtige finale, denk ik. Met de beste teams en met de beste spelers van Nederland. Alex, dat is een wedstrijd om naar uit te kijken. Ja. Daar ga je voor zitten. Daar ga je voor zitten, ja. En de dag voor Almere NAC ga ik ook even voor zitten. Ja, daar zit ik op de bank. En is natuurlijk oud, voor de duidelijkheid. Ja, en vlak daarvoor heb je Manchester City tegen Liverpool, FA Cup Final. Je weekend is gevuld, je paas weekend. Dus dat zijn 3 wedstrijden waar ik enorm naar uitkijk. En Volendam Jong Ajax, die vergeet je even. Even op Goede Vrijdag. Ja. We hadden het over wedstrijden waar ik echt naar uitkijk. Oh, en dat is Volendam Jong Ajax niet? Nee, daar kijk ik niet naar uit. Nee. Maar even terug naar de bekerfinale voor de goede orde. wat verwacht je daarvan?
Nou, sowieso een hele spannende wedstrijd. Waarbij, nou, jullie gaven het net al aan. Je weet niet wat er gaat gebeuren, want Ajax is niet in best te doen. Maar ja, op het moment dat het er echt om gaat, dan schat ik ze wel hoog in. En dat heeft PSV ook wel een beetje. Maar ik denk dat Ajax gewoon veel meer klasse in huis heeft. Dus ik verwacht wel een mooie wedstrijd en vooral een spannende wedstrijd. En ik denk dat Ajax hem wint. Kees, hoe liggen de krachtsverhoudingen, denk jij? Wow. Allereerst, ik zit in het stadion zondag. Okay. Met mijn zoons, dus dat is wel leuk om te vertellen. Niet als analist? Nee, zeker niet. Nee? Maar goed, je kijkt natuurlijk wel met nog wat meer interesse als je dat werk doet. Maar ik ga lekker genieten met mijn kinderen in ieder geval. En ja, de krachtsverhouding, ik zou zeggen dat wat Alex zegt, Ajax heeft meer klassen. Maar het ligt nu wel dicht op elkaar, omdat Ajax uit vorm is. En PSV, ja, heeft wel een hoog niveau, maar is wisselvallig. Dus, prognose? Ik schat in dat PSV met 3-1 wint. Zet die bekerfinale, jij had natuurlijk kunnen spelen als jij destijds bij Volendam was gebleven. In 95. Ik zat even in de boeken te kijken. Jij ging... Het was in 1995, ging ik in maart... Ging jij naar Heerenveen? Ging ik naar Heerenveen en daar speelde ik ook een halve finale. Tegen Feyenoord. Die kwamen 3 keer over de middenlijn. En die haalde 1 corner. En die ging er op miraculeuze wijze in. Doelpunt van Regie Blinker. Dus Volendam ging naar de finale en wij niet. En dat haalden we 2 jaar later in. Ja. In het seizoen 96, 97 denk ik. En toen heb je de finale gespeeld tegen Roda. Tegen Roda. Verloren. Geel met zwarte shirts, dan weet je genoeg. Is dat zo? Dan gaat er wel wat fout? Dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig, ja. Daar heb je obsessie voor. Nee hoor, maar dat was zoiets schitterends om te bereiken. En in die tijd speelden we ook mega aanvallend voetbal. Dat was heel leuk om te spelen. En het was volgens mij bijna net zo leuk om naar te kijken. Maar het was ook voor ons enorm effectief, omdat we succesvol waren in de competitie. En ik weet nog heel goed dat toen tussen de halve finale en de finale, er zat een maand tijd tussen. En ik raakte in die halve bekerfinale geblesseerd. Ik heb toen 3-4 wedstrijden niet meegedaan. En ik zou die finale ook niet gaan spelen. Totdat ik hier gewoon uit interesse een wedstrijd van Volendam ging kijken. Op bezoek ging bij Wim Kwakman, Wim Ballap. En daar kwam ook Ko Maas op bezoek. En Wim zegt, nou dan kan je meteen wel even naar zijn enkel kijken. En die voelde aan mijn enkel. En die je hoorde krak krak. En toen kon ik spelen. Ik was niet van mijn pijn af. Maar ik had in ieder geval wel alle bewegingsvrijheid. Dus toen heb ik die finale wel kunnen spelen, maar goed, wel verloren. En ondanks dat... En uiteindelijk was het... Ja, je leeft er zo naartoe en het was zo'n enorme teleurstelling dat dat tegelijkertijd een soort sporttrauma opleverde. Maar goed... Dat... Hoogte- en dieptepunt in één eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. En Kees, jij hebt de bekerfinale nooit gespeeld, hè? Nee. Wel niet in Denemarken? Nou ja, ik heb ook een beetje een soort gelijk verhaal als Alex in Denemarken. Ik ging weg bij mijn eerste Deense club. En wel die eerste cyclus van de beker meegemaakt. Dat eerste half jaar. Toen ging ik halverwege het jaar weg en toen haalden ze de bekerfinale. En die wonnen ze. Dus dat was wel pijnlijk. Hongarije wel een bekerfinale gespeeld, maar die hebben we verloren. Hier zitten geen cupfighters, geen winnaars aan tafel. Nee. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel uniek als je een keer een bekerfinale kan spelen. En dat is... Ja, dan mag je gelukkig zijn als speler als je die een keer kunt spelen. Maar snap jij dan dat dit seizoen, dan zie je clubs, ik herinner me RKC geloof ik in de kwartfinale met een B-team spelen. Er zijn heel veel trainers die stellen gewoon een B-team op, hè? Ja, maar daar doen we in Nederland heel spastisch over. Ik moet zeggen, ik heb ook ervaring, we zijn net gepromoveerd met Sparta. En we loten nood, we hadden alles op, we wilden absoluut ver komen in de beker. De eerste ronde weet ik niet meer, maar tweede ronde loten we meteen PSV. Denk je, nou, dat is ook lekker. En dat werd door de week gespeeld, in oktober een keertje. En bijvoorbeeld mijn centrum bestond uit iemand van 37, dat was Michel Breuer. En iemand van 17 was Rick van Drongelen. Ja, en voor beide waren gewoon 3 keer 90 minuten in 6 dagen tijd net even te veel van het goede. Ja. Dus we dachten, daar zetten we gewoon anderen neer. Nou, en 2 anderen, ik denk een spits en een middenvelder, ik weet niet meer precies wie. Maar die hadden we ook tegen elkaar uitgewisseld. Kortom, we hadden 4 wijzigingen in de basis. En iedereen zei van tevoren, nou, die hijste de witte vlag, want dat is helemaal niks. En die wedstrijd wonnen we met 3-1. Ik mag wel zeggen, ook nog voorkomen verdiend. Ja. Dus het zegt niet alles, wou je zeggen? Nou, het zegt helemaal niks juist. Ik denk dat het juist hele verstandige beslissingen zijn. Want je stelt prioriteit als technische stap. Maar stel maar, jij had met Sparta toen...
was de finale play-offs geweest. Dus het was niet de tweede ronde beker, maar het was de, op die dag werd de finale play-offs gespeeld. Had je dan ook die twee jongens vervangen voor Breuer en Drongelen? Kans is wel heel groot, ja. Ja? Ja. Ja, je hebt er niks aan als je met die jongens begint. En je moet ze één of twee of nog meer wedstrijden daarna missen. Daar schiet je natuurlijk niks mee op. Nee, oké, maar ja, finale play-offs is natuurlijk de laatste wedstrijd van... Ja, maar finale gelden andere wetten. Ja, oké. Dan stel je iedereen op en tot ze afbreken. Ja, precies. Want dan hebben ze toch vakantie. En kwartfinale RKC tegen AZ vond ik toch ook wel opvallend, hoor. Echt een totaal ander elftal. En wonnen ze niet de wedstrijd ervoor ook met een totaal B-team? Volgens mij niet. Volgens mij wel. Nou, dat gaan we dan even nazoeken, maar... Ja, nee, maar dat... Maar jij zegt, je moet gewoon verder kijken. Dat bekertoernooi is leuk en aardig, maar kijk, niet te veel waarde nichten. Als speler van Heerenveen vond ik het geweldig. Het is dat we verloren hebben, maar... Nee, maar ik bedoel veel meer te zeggen. Jij gaat ervan uit dat het opstellen van anderen ook meteen een negatief resultaat is. En het A-team... Geeft... Ja, de wedstrijd van RKC bleek dat wel zo. Het en A-team... Ik heb daarna, daarvoor heb ik Heracles hetzelfde zien doen tegen AZ. Ging ook helemaal mis. Ja, maar er zijn genoeg B-teams. Ik gaf je net een voorteam, voorbeeld. Het was geen B-team, hoor. Maar die wonnen wel, in notabene van PSV. Maar je moet er ook van uitgaan dat een trainer neemt gewoon een beslissing... die in zijn ogen, en hij neemt die beslissing samen met zijn staf... voor de voortgang in de competitie het beste is. Maar dan neem je het bekertoernooi dus niet serieus. Dat mag, dat is een keuze. En Wormoed legde dat ook zo uit bij Heracles. Die zei van de volgende wedstrijd tegen Cambuur is belangrijker. Die verloren ze overigens, dus uiteindelijk had dat geen effect. Ja. Maar dat kan. Ja, maar dat zo zie je. Maar zo kan het gaan. Maar jij zegt dan meteen, dat neem je niet serieus. Nou ja, als je een B-team... Ik mag toch aannemen dat B-team van Heracles of van welke club dan ook... het B-team slechter is dan het A-team, toch? Ja, ik word er wel. Ja, toch? Want ik heb dat zo ervaren in Nederland als speler. Zelf, dat het bekertoernooi... Kijk, je kan links en rechts omlullen, maar het bekertoernooi heb ik altijd ervaren als dat het niet zo heel serieus werd genomen. Nee. Het is de waarde die eraan wordt gehecht. Gewoon, dan heb ik niet eens over welke speler je opstelt. Dan wel jongens die moe zijn of geblesseerd of we moeten frisse gasten in. Het is ook de voorbereiding naar zo'n wedstrijd, maar dat is mijn ervaring. Misschien heeft Alex het altijd anders. Het was niet zo als een eredivisiewedstrijd. Werd anders benaderd. Ik heb toen dat team in Denemarken waar ik speelde. Ik vond die trainer een verschrikkelijke man. Maar één ding, die beker, daar kwamen wij niet voor niets in de finale. Want die benaderde die wedstrijden zo serieus. Ook met gasten af en toe in de eerste rondes tegen amateurs. Bracht die jonge jongens erin. Maar hij nam het heel serieus. Dat merkte je, dat voelde je aan alles. Maar zouden de clubs het erg vinden als de KNVB-beker zou worden afgeklaard? Ja, dat denk ik wel. Ja, zo is het ook wel weer. Maar weet je wat me ook opvalt? Dat is bijvoorbeeld de play-offs in de Eredivisie voor Europees voetbal. Leef ook niet echt. Nee. Nee. En dat is zo raar, want daar voetbal je het hele jaar voor. En dan kun je, zeker voor clubs die er incidenteel aan mee doen. En dan zit het stadion niet eens vol. Nee. En dat zijn toch dingen waarvan je denkt, ik snap er helemaal niks van. We gaan naar de eerste divisie, want grote vreugde vorige week in Volendam. Want eindelijk won de ploeg van trainer Wim Jong weer eens een keer met 3-1 tegen de Graafschap. En dat werd gevierd alsof de promotie al binnen is. Ja, maar dat is mooi. Weet je, dat geeft ook aan dat het in die groep natuurlijk ontzettend leeft om met elkaar toch een iets unieks weer te realiseren. Gewoon die negatieve flow waar we in zaten, dat is nu gewoon weg, denk ik. Het is gewoon een wedstrijd waar je gewoon die stress van je af, van je schouders afvalt. En ja, dat moet wel gevierd worden. Kees, jij als analist van de ESPN, is het begrijpelijk deze vreugde bij Volendam? Nou, het is een opluchting. Het ziet eruit als een soort van dolle vreugde, maar ik zie met name denk ik dat het voor de jongens opluchting is. Want het zag er wel een beetje beroerd uit voor ze na zoveel wedstrijden hebben verloren op rij. Zelfs Top Os geloof ik werd van verloren. 1-2, ja. Ik heb best wel wat wedstrijden van Volendam gezien toen. En die gingen er hard af tegen Emmen, Excelsior. Dus ik denk met name opluchting. Maar het is toch ook wel aan de andere kant begrijpelijk? Ja, wat Wim Jong zegt... Als ze verloren hadden, dan had het code rood geweest. Precies, hè? En dat is wat Wim Jong denk aangeeft. Dat het wel aangeeft hoe veel het leeft in die groep. En hoe gretig ze waren voor deze wedstrijd.
Ja. Al zou het heel gek zijn als je niet gretig bent voor deze wedstrijd. Maar okay. Het geeft wel hun verbeterheid weer een beetje. In die het is natuurlijk een hele rare competitie. Hè? En jij maakt er nu deel van uit met Almere City. Wat denk je? Volendam, gaan die het wel redden? Vergaat je van 4 punten met Eindhoven? Nou, ik zou graag volmondig ja zeggen. Maar ik vind wel dat de afgelopen weken hebben aangetoond dat dat Volendam inmiddels moeite heeft om de punten bij elkaar te schrapen. Want ik heb van de Volendammers zelf gehoord, die actief deelnemen, dat het voetbal het hele seizoen al wel moeizaam is, maar dat ze wel altijd hun wedstrijden wonnen. En daar is nu toch een klein beetje de sleet op gekomen. Dus de oplichting kan je heel goed begrijpen. En dat kan ook zomaar eens een opmaat zijn dat ze een soort van bevrijd zijn van die zorgen. Maar zomaar mijn geld erop zetten, dat zou ik niet doen. En dat komt ook, we hebben de laatste keer tegen Eindhoven gespeeld. Die hebben hun zaken heel aardig voor elkaar. Ja, is dat dan een bedreiging voor Volendam? Kijk, je kan ook zeggen 4 punten, dat is een goede marge. Maar 4 wedstrijden, daar zijn er nog 12 in te winnen. De laatste speelronde is Volendam-Eindhoven. Ik bedoel maar. Ja. Dus, en als het spannend wordt, dan kan het vaak ook 2 kanten op. En ik ken voor de rest het programma niet dan, behalve die wedstrijd dan tegen Jonge Ajax. Den Bosch uit. En denk je ook niet dat het link is, Alex? Als je zo'n wedstrijd, je hebt zo'n slechte reeks, je wint, die spelers zijn. Ja. Dat ze nu denken van, dat het zo'n opluchting voor ze is, dat ze misschien wel de volgende wedstrijd wel die focus kunnen missen. Ik denk dat in Wim Jong kennende, die houdt altijd zijn voet op de vloer. En ik ken Robert Muren vrij goed. Ik denk dat die de benen ook op de vloer houdt. Goed, je hebt er nog, ik ken Piet Jonk goed. De materiaalman, die houdt ze ook met de benen op de vloer. En ze hebben een week de tijd om zeg maar weer te landen. Ik ben het er wel mee eens. Ik zou ook niet zo hard juichen. Daar zal je mij niet bij zien. Maar ik denk ook niet dat Wim Jonk erbij stond. Daar niet tussen. Nee. 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 Maar dus, is ook dus daar ben ik ook niet zo bang de wisseling voor. Met het publiek natuurlijk. Hè? Want een week eerder stonden nog 2 supporters in de kleedkamer. Ja, maar dat was mooi. Het andere uiterste. Hè? Ja. En nu is het stadion bijna vol. En het is tegen Jong Ajax uitverkocht. Je moet van dat moment ook genieten. Ja. Want ik zag er net trouwens dat nog kan je weer een stadion verder helpen. En ik denk dat ze dat ook echt wel nodig hebben. Jij zegt even tussen neus en lippen door verloren met Almere City van Eindhoven. Die wedstrijd daarvoor 5 keer gewonnen. Ja. Ja, dus toch Almere gereanimeerd in die 4e periode. Ja, kijk, we hebben in die 3e periode hebben we op alle vlakken enorm geïnvesteerd. En we hebben gezegd, net als een bedrijf wat wel eens wat verliezen leidt. Nou, we gaan wat dingen proberen aan te passen. Maar wat we wel hebben geleverd is gewoon elke wedstrijd alles gegeven wat we hadden. En in het begin leverde dat nog, vond ik zelf, ongeorganiseerd voetbal op. En geen punten. En veel tegendoelpunten. Maar je zag het gewoon per helft beter worden. Niet eens per wedstrijd. Gert-Jan van Beek die kreeg het niet op het spoor. Op het goede spoor. Bij Almere. En jij hebt het nu wel redelijk goed. Dat weet ik niet. Want ik was daar niet bij. Wat is nou het verschil? Terwijl dat ook een goede trainer is. Ik was daar niet bij. Dus ik kan er geen oordeel over geven. En wij zijn bevriend. Dus ik wil er ook geen oordeel over geven. Heb je het met hem erover gehad, over het team of niet? Ik wil daar niks over zeggen. Nee, dat kan ook. Ja, ik wil daar niet. Ik wil onbevoordeeld beginnen, zeg maar. Ja. Maar kijk, daar hadden we het ook over. Wij hebben wel 3 spelers erbij gekregen in de winter. En dat is natuurlijk een van de dingen die. Daarvan weet ik, dat is een verschil. Ja, keeper Bakker. Keeper Bakker, Post, en Post. Jacobs en Post. En Jacobs van Jong AZ. Ja. En dat kunnen dan net die puzzelstukjes zijn die Verbeek dan gemist heeft. Als je dan iets anders de puzzel legt. Ja, zou dat nogmaals, ik vind dat lastig vergelijken. Omdat nee, snap ik, maar die had hij in ieder geval niet. Dus, Nou, dat is sowieso een feit. En ik kan alleen maar beoordelen dat die jongens een soort van degelijkheid in de ploeg hebben gebracht. Dat zijn dienende spelers. Ja, en die hebben ervoor gezorgd dat onze organisatie, of mede ervoor gezorgd, dat die organisatie op het veld verbeterd is. En daarmee kunnen we eigenlijk met veel groter gemak gaan aanvallen zonder dat elke afgeslagen aanval een counter oplevert. Hoe kijk jij eigenlijk naar Almere? Voor periode Alex en nu? Nou, ik heb dingen gezien in de. Goed, dat heeft iedereen denk ik wel gezien. Dingen gezien in het Almere van voor de winterstop. Waarin ik echt dacht van laten spelers het hier nou lopen. Hè, we hebben een moment met Leeuwin gezien. Pretepaas, ja. Dat was de laatste wedstrijd hè, van Verbeek. Ja.
Ja, goed, ik ben voetballer geweest en ik weet, ik zie dat, ik herken dat. Ja. He, zo, ik herken dat. Als je een trainer, ja, dat denk ik. He, vanuit mij, ik kijk er van een afstand naar, ik zie dat gebeuren, ik denk. En Verbeek noemde dat zitten. Ook sabotage, hè? Nou ja, ik kan het me goed voorstellen, ja. Dat hij dat denkt. Maar Verbeek moet tevens denken, waarom gebeurt dit? Want het is wel heel heftig als zoiets gebeurt. Dus de spelers hebben eigenlijk Gert-Jan laten vallen? Nou, in dit geval met Leeuwin laat hij hem vallen. Hij laat ook zijn hele team vallen. Hmm. En alleen een speler doet dat natuurlijk. Leeuwin, ik ken hem een beetje. Voor mij heeft hij al heel veel jaren op het hoogste niveau gespeeld. Vind ik niet per se een saboteur. Maar je kan ook denken van, dan denkt Gert-Jan Verbeek van, ja, als het op deze manier moet, jongens. Ja, maar dan is het klaar. Ja. Dat is ook voor mij niet lang daarna was dat, ging dat ook uit elkaar. Ik kan niet mijn vinger erop leggen wie zijn schuld dat is geweest. Nee. Want spelers zijn ook vaak heel gemakzuchtig. En bij het eerste beste tegenwind die ze krijgen, gaan ze wel miepen dat de trainer zus en zo doet. Alleen ja, Verbeek is natuurlijk wel een bepaald type trainer. Maar het was geen goede match. Nee, het was geen goede match, denk ik. Maar goed, Almere vind ik ook geen geweldig team hebben dit seizoen. Dat je denkt, van, nou, die gaan even bij de eerste twee komen. Zo is het ook weer niet. En hoe kijk je er nu dan naar? Ik vind het knap dat Alex dat je toch zo'n reeks neerzet daarna. Ik had het ook niet zo snel verwacht. Maar hij is heel... Het is niet dat Almere sprankelend voetbal speelt, maar wel heel degelijk. Telstar won vorige week van Excelsior. En dat was meer goed nieuws, want de aanvoerder en topscorer Kleiner Plet die voetbalt ook volgend seizoen nog in Velsen-Zuid. Hij heeft meer dan 70 goals gemaakt in bijna 170 wedstrijden voor Telstar. Dus gaat richting 1 op 2. Bij een club die structureel toch, dat moeten we erkennen, in het rechterrijtje van de eerste divisie speelt. Ik denk dat het een fenomenale prestatie is. Ik heb vanaf het begin dat ik hier ben, heb ik altijd uitgesproken dat ik het leuk vind om met de jongens op het veld te staan. Dat is niet veranderd. Alleen, je wordt natuurlijk een jaartje ouder, dus je bekijkt het van seizoen tot seizoen. Ja, de jaren lopen door. Hij wordt 36. Maar ook een speler die in principe garant staat voor 10 tot 20 goals per seizoen. Is het eigenlijk niet gek dat Plet voor Telstar speelt? Nou, die had zeker bij een betere ploeg in de eerste divisie kunnen spelen. Alleen ik denk dat hij wel prettig vindt om, ik denk dat een jongen uit Amsterdam is, dat hij het leuk vindt om op deze manier zijn laatste jaren van zijn carrière te spelen. Dat denk ik. Maar zou hij nu nog bijvoorbeeld het rechterrijtje van de eredivisie kunnen? Oh, eredivisie? Ja? Dat denk ik als pinchhitter. Niet vanaf de start per se. Dan heb je gewoon wel jongens die jonger zijn en hetzelfde niveau zouden hebben. Maar boven in de eerste divisie. Hij is gewoon heel dreigend voor de tegenstander. Hij heeft nog steeds wat vorig seizoen heb ik nog tegen hem gespeeld. En ja, heel lastig om tegen te spelen. Ja? Ja. Wie was jouw lastigste tegenstander eigenlijk in de keukenkampioendivisie? Vorig seizoen? Ik vond Tafsan vond ik een goeie van NEC. Ja. Dat was niet mijn directe tegenstander, maar die heeft me er wel een keer heel lelijk uitgelopen. Ja. Dat is ook niet fijn. Nee, toen zag ik er echt heel slecht uit. En Maar ik had niet veel spelers gehad die mij er slecht uit lieten zien. Nee. Maar tof zo wel. En Randy Wolters, zijn ze ook nog mee in gesprek, maar die is iets te duur voor Telstar. Is dat nog iets voor Almere misschien? Of zeg je van, nou... Daar wil ik wel even over nadenken. Daar wil je over nadenken. Dat is geen nee. Dat is geen nee voorhand. Horen we dat wel direct. Ja. Horen we dat wel. Als het zover is, dan bellen. Ja, oké, heel goed. Goed, voor ons spelletje straatvoetgolf ging Erik-Jan Brinkma naar de Alkmaarder Hout. Dat is het voormalige stadion van AZ natuurlijk. En hij ging dat doen samen met Martijn Meerdink. En dat is ook een voormalig AZ-voetballer. Het gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? Oh. Tada! Zit erin! Stadion de Alkmaarder Hout, Martijn. Ja, dat zijn hele mooie dingen gebeurd. Hele mooie dingen? Waar we hier nu staan. Mm-hmm. Deze plek heeft ook echt het stadion gestaan. En toch wel mooi dat ik wel hier terug kan zijn. Ja, maar raar toch? Als je bedenkt, er staan nu allemaal appartementencomplexen. Maar hier heb jij Europese wedstrijden gespeeld. Veel doelpunten gemaakt. Geweldige tijd natuurlijk onder Co Adriaanse. Ja, super. Heel mooi team waar ik toen in speelde. Mm-hmm. Met Oud Glorie. Dus
Dat was goud. Succes! Super, dankjewel. Nou, even doorfietsen. Oh. Oh nee, fietsen alsjeblieft! Snack bij Danny. Kom je daar wel eens? Ja, ik ben niet heel vaak geweest, maar wel eens een keer. Ja, want maar... het is een begrip, hè? Absoluut. Ja. Laten we het zo doen. De verliezer maakt een broodje AZ. Broodje AZ, want die is befaamd. Die is zeker befaamd, staat op de kaart. Kijk eens. Oh, die is lekker. Wat ik ook mooi vind, Martijn, dat de opvolging is in de familie. Ja. Ja, nee, goed. Max die zit er nu al Max, bijna... Meerdink, ja. Max Meerdink, ja. Die zit er nu al bijna 4 jaar. Mm-hmm. En ja, hij doet het hartstikke goed. Ja, 18 jaar is hij. 18. Speelt zijn wedstrijden in Jong AZ. Hoe is dat voor jou dat je je zoon daar zo ziet voetballen? Ja. En al heel dicht bij het grote werk is. Dat is ongelooflijk eigenlijk, want... Ja, je hebt er zelf gevoetbald. Mm-hmm. Hij is ook hier geboren. Dat is ook natuurlijk heel bijzonder. En hij speelde ook nog in dat hele mooie shirt van AZ. Ja. Dat is, hoe mooier wil je dat hebben? Ja. Denk aan de wind. Nee, moet je plassen? Nee, ik vind het zo spannend. Ja. Oh, geen achterwaarts doen? Oh. Oh, jongens! Nou, jij bak er echt helemaal niks van. Yes! Goed gedaan, jongen. Super. Is dat heerlijke AZ-broodje al klaar? Nou, volgens mij wel, hè? Zeker. Ik heb hem net uit de frituur gehaald. Specialiteit van het huis is klaar. Oeh, dat ziet er lekker uit. Kijk, tippie-toppie. Is die prima gelukt of niet? Nou, ik ga het eens proberen, maar... Slang niet gek, hoor. Kees, jij hebt Martijn kort meegemaakt bij AZ voordat hij naar Groningen ging. Ja. Ja, wat was het voor een... Geweldige kerel. Ja? Als je als jonge jongen kwam ik erbij. En Tienes is wel iemand die ik altijd... waar ik een warm gevoel aan overhoud. Hoe hij je op je gemak wilde laten voelen binnen die selectie. En dan was hij echt... Dat waren er nog meer, hoor. Maar hij was wel... Je kon het echt aan hem zien. Hij zag een jonge gozer die nog een beetje zijn weg moest vinden. En hij probeerde mij daar echt bij te helpen. Toevallig kwam ik vorige week zijn zoon tegen. Ja, ik snap heel goed hoe mooi hij het vindt dat zijn zoon nu toch een beetje in zijn voetsporen treedt. Ja, hij is het trainersvak ingegaan en jij bent bij de TV beland. Ja. Ja, hoe gaat zoiets? Ja, ben ik hier uitgenodigd op zaterdagavond bij de Eretribune als gast. En... Had je het zelf eigenlijk al een keer aangegeven in de media? Nou, er waren wel eens wat mensen, de journalisten die daar werken, verslaggevers, die vonden, ze zouden dat leuk vinden. Ik zeg, ja, zeker wel. Alleen, je komt natuurlijk niet zomaar daar ertussen. En dus ik zei, nou, vind ik wel leuk. En toen nodigden ze me een keer uit en heb ik me van mijn beste kant laten zien, denk ik. En toen zei ze, nou, ik vind het wel leuk om wat meer uit te gaan proberen. En tot nu toe... vragen me ze zo nu en dan. Is het altijd leuk? Of vind je het altijd leuk? Of, ja, ik vind het heel leuk. Je moet er natuurlijk wel een beetje inkomen. Het is altijd wel weer spannend, weet je wel. Zo'n live uitzending. Zeker goed de eerste keer. Goed voorbereid zijn. Goed voorbereid zijn, want dat is het halve werk in mijn geval. Dat je met zekerheid daar zit. Dat je een beetje weet wat je zegt. Je zegt ook, je weet lang... Hè, Alex is trainer, we hadden net ook al even gepraat. Trainers weten veel meer. En de spelers weten veel meer. Maar jij probeert als analist toch het dichtst mogelijk bij de crux te komen van een verhaal, van een speler of van een club. En dat doe ik gewoon en dat probeer ik mijn mening te geven. Ik probeer niet te veel mensen zomaar zwart te maken in ieder geval. Dus mezelf als speler ook vaak staat overkomen. Dus het is wel spannend, maar ik kom er steeds beter in. Ik zit hier ook al steeds relaxter. Dus, dat komt mooi. Dat is ook wel spannend. Maar heb jij nooit zoiets van, als je een trainer analyseert en hij doet een interview... dat je denkt van... Ja, zeg het nou gewoon. Nee, maar dat vind ik heel interessant. Weet je? En van het weekend zat ik bij Goat Eagles Willem II. En dan ga ik van tevoren een beetje kijken. Dus, ja, Goat Eagles, bijna zeker. Hoe gaat zo'n trainer nu om? Want hij was even bij ons aan de desk. Nou, we stellen een paar vragen. Hoe gaat zo'n trainer nu om met die groep? Die
misschien wat ik net zeg, een beetje aan het uitblazen is. Of willen ze nog die, die play-offs Europees voetbal halen? Ja. Daar hadden we het over. En toen zeiden we, ja, maar dit heb ik meegemaakt met Nederlands elftal. En toen was het heel stil bij Nederland-Frankrijk als we in de bus zaten. Maar als we dan Andorra hadden, was het weer luidruchtiger. Toen vroeg ik, en nu? Ja. Hoe is het nu bij jullie? Ja. Ze zijn een beetje luidruchtig. De focus is, ja, ze wonnen 4-0. Maar goed, dat zijn interessante dingen om, vind ik leuk om daarover te praten dan. We moeten door, want we gieren gigantisch uit het draaiboek. maar er liggen nog twee voorwerpen op tafel. Kees, jij hebt een mooi rood doosje meegenomen, zie ik. Ja. Nou, maak hem open en vertel wel het verhaal erbij hoort. Ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben een Olympiër geweest. Serieus? Nou ja, goed. Ik heb speerwerpen. Speerwerpen, ja. Ga je hem even naar de camera laten zien? Zo hier. Nou, ik heb het lekker maar even zo. Nou ja, goed. Spijkerpoepen. Nee, wat heb je gedaan, Kees? Nou ja, goed. In 2008 ben ik geselecteerd. En volgens mij heeft er één keer in de Nederlandse voetbalploeg meegedaan op de Olympische Spelen. Bij de mannen, ja. Bij de mannen, ja. Bij de mannen, ja. En dat was in 2008. En ik was zo gelukkig dat ik ben geselecteerd. En je bent er ook... Ja, ik weet er helemaal niets van, maar... je bent er geweest? Ja, ik ben er geweest. En hoe liep het af? Hoe liep het vooraf? Kwartfinale, Foppen was de coach. Foppen aan. Kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië. Noem even de naam op. Messi, Di Maria, Agüero, Riquelme, Gago, Mascherano... Sergio Romero. En toch uitgeschakeld? Toch uit. En we hadden ze echt... liggen? Wat ze liggen. Maar geweldige ervaring, neem ik aan. Zeker. Ik moet zeggen, ik vond... het was, weet je, nu kijk je erop terug, denk je... Jeetje man, dat hebben we gewoon meegemaakt. Maar als je zo jong bent, dan neem je het snel als vanzelfsprekend aan. Dan ben je alleen maar bezig met... Hey, ik moet spelen, volgende wedstrijd, presteren. Dus je zit er zo middenin. En ik kan je zelf vertellen... toen we uitgeschakeld waren, daar viel er ook wel wat van. Want we waren zo lang weg. Dat zal niet snel een voetballer zeggen. Maar je bent zo lang weg. We waren al 6 weken, denk ik, in China. En dat vond ik ook heftig. Meen ik eerlijk, maar het was echt heftig om 6 weken lang... Ja, ik ga nu... Dat was natuurlijk, de ervaring was prachtig. Maar 6 weken lang tegenover dezelfde gasten aan een eettafel te zitten. Daar werd ik wel op een gegeven moment echt tureluurs van. Dus, en je moet ook een beetje leren hoe je op zo'n... Ik heb heel weinig eindtoernooi. Dat is mijn enige eindtoernooi die ik heb gespeeld. Dan moet je ook een beetje leren natuurlijk. Hoe ga je ermee om? En, maar ik vond het geweldig. Weet je, Hongkong geweest, Shanghai. Allemaal gekke Chinese steden. Mijn ouders die 2 weken daar zijn geweest... Die met nog gekkere verhalen zijn thuisgekomen. Want die reisden niet 5-sterren hotels zoals ons. Die zaten echt in backpacker hotelletjes. Dus ja, dat is gewoon... Uniek dat ik dat heb kunnen meemaken. En ook nog iets aan mijn ouders heb kunnen meegeven. Ja, volgende week nodigen we je ouders uit. Dat is lijkt me heel erg. Ja, ik kan een mooi verhaal vertellen. Ja, die aten in een restaurant. Die kenden de hele kaart niet. En die zagen wel iets van lekkers eten bij een andere tafel. Die zeiden tegen die oom, doe dat eten maar. Wij zo van wijzen, dat willen. Maar die kregen even later kregen die gewoon dat bord van die tafel. En dat is geen grap. Alex, jij hebt volgens mij ook Olympische Spelen meegedaan. En jij hebt een judo. Dat is ook een eindtoernooi. Met judo. Gewicht hebben, dat zie je toch? Ja, dit was ook een eindtoernooi. Dit was het zilveren bottentoernooi. Ja. Ik wilde eigenlijk mijn eerste professionele wedstrijdshirt van de FC meenemen. Maar die kon ik niet meer vinden. Maar deze kon ik nog wel vinden. En ik voetbalde toen bij Duinranders. En wij hadden net verkering. En wij zagen het zilveren bottentoernooi als een uitje. Dat was een heel lang weekend, nou hoef ik jou niet uit te leggen. Ja. En ik ging hier gewoon heen met mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw. En met nog een aantal vrienden. We sliepen in Katwoude. En we gingen gewoon een weekendje aan de rol. En dat gezellige weekend werd onderbroken door een paar wedstrijden. Ja. Slecht voorbeeld. Maar ik won er wel de beker mee met de beste achterhoedenspeler. En uiteindelijk leverde het spel in dat Noord-Hollands team mij wel een contract op bij de FC later. Ja, mooi. En het was dus, zou ik maar zeggen, qua bier drinken. Geen goed voorbeeld, maar bij nacht een man, bij dag een man. Ja, een uitstekend voorbeeld. In Engeland doen ze niet anders, hè? Ja.
Dit is ons elftal, dat afgelopen week is samengesteld door de gasten voor jullie. Met Stankovic, doelman van Volendam, onder de lat. Achterin veel Ajax, met Mazraoui, met Timber en op linksback Tagliafico. Daar is Beukema vorige week bijgekomen. Is daar neergezet door Foukeboy, Beukema van AZ uiteraard. Mitsje kwam er vorige week in van AZ, door Wijker daar neergezet. Tadic en Alex Plat staan daar nog op. En voorin aan de rechterkant Berghuis, Muur in de spits en Carlsen op links. Gezebuuk is de scheidsrechter en Jonk, dat is de trainer. Coach, Alex, is dit een elftal waarmee je denkt van daar kan ik wel de vierde periode mee winnen? Hier kan ik wel behoorlijk wat chocola van maken. Dit staat, staat het ook een beetje goed zo? Of, nou, niet slecht zou ik zeggen. Niet slecht? Nee. Oké, dus... Je kan weer gaan zitten, Alex. Maar wat doe ik hier eigenlijk? Wat zou je eraan willen verbeteren? Nou, ik zou er niet per se wat aan willen verbeteren. Maar het gaat om spelers die in Noord-Holland spelen of Noord-Hollander zijn. Ik heb een hele goede ervaring met Jordi Klaasie. En die zie ik als een soort meesterpaaser. En het voorbeeld wat ik met hem geef... Ik heb met hem gewerkt bij Excelsior. Een voetbalgekke speler met onwaarschijnlijk veel oriëntatievermogen. En pasend vermogen. En hij doet mij altijd een beetje denken aan Andrea Pirlo. Weet altijd van tevoren waar de bal heen moet. En dat doet hij niet alleen vanuit balbezit. Maar hij kan heel goed paaslijnen van een tegenstander lezen. En voordat hij de paas onderschept heeft... weet hij ook alweer waar de aanvallende paas heen moet. Dus mijn voorstel is erin en er niet meer uit. Nee, niet meer uit, ook die voorwaarden. Dat zou mijn voorkeur zijn. We zijn aan het einde van het seizoen bijna. Dus, maar dan moet er ook één uit, Alex. Ja. Ga je hem dan herenigen met Mitsje op het middenveld? Ja, dat kan. Want dat is natuurlijk de tandem die AZ over het algemeen wel doorheen sleept. Nou ja... Alex Plat? Ja, die zou ik dan eren, want het gaat volgens mij om het sterkste team. En ik denk dat, dus Alex gaat eraf? Wel een mooie naam. Gaat wel minder hoor, of als hij niet speelt. Ja, zijn naam zit wel mee. Ik zou het meer zo doen. Een beetje zo? Ja. Klaasie echt... is dat goed zo? Ja, niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Nou, dan heb je pech, want Kees mag er ook wat aan doen. Als je eruit haalt, Kees. Mooi, hè? Je had het over gestrekt bij een inkomen. Ik zou niet durven. Ik ga Kleine Plet erin zetten. Kleine Plet? Ja hoor, zeker. Ik haal Tadic eruit. Tadic is een fantastische speler, maar ik zeg Plet gewoon naast Muren erin. Aha. En dat zeg ik ook omdat ik Plet een hele... Ja, ik vind het een mooie speler, maar ik vind het ook een hele prettige gozer om naar te kijken buiten het veld. Muren en Plet, die hebben al een keer eerder samen in ons elftal zo gedaan. Ja. En, nou, dan moeten deze wel naast elkaar. Spelen we een beetje in een kommetje? Is dat niet meer zo'n kommetje? Ja. Als ze er blijven staan wel, dan ziet het net uit. Of als een U-turn. Een U-turn. Ja, en een Plet omdat hij... Nou ja, ik heb natuurlijk tegen hem wel eens gespeeld. Ik zag vorige twee weken terug een interview met hem met Gargouche... waarin hij net had verloren. En het is een leuk interview. En hij gaat niet heel populair meedoen in dat interview... want hij zit straks zit hij daarna weer bij zijn teamgenoten in de kleedkamer. Wat je wel vaak ziet, dat zulke gasten op dat niveau... een beetje tof gaan lopen doen. Maar kan je natuurlijk niet maken als je daarna in een doodzieke kleedkamer terechtkomt. Snap je een beetje dat plaatje dat ik schets? Dus ik vind dat echt een... lijkt me ook echt een voorbeeld voor die gasten bij Telstar. Ja, oké. Okay. Nou goed, ga lekker zitten. Dan laat hem zo staan. Dit is ons elftal voor deze week. Mocht je het er totaal niet mee eens zijn, dat kan natuurlijk. Dan kan je twitteren via de hashtag aftrap. Je kan ook mailen naar onderstaand mailadres. Goed, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Kees, jij succes bij ESPN, zou ik zeggen. Dank je wel. Bij Volendam tegen Jonge Ajax. Ja, beetje zeker. Positief hè, over Volendam. Ik zeker. Maar Volendam... Kom maar goed. Dat komt wel goed. Alex, jij succes bij Almere City. En bedankt, Jack. Hopen dat je een periode gaat pakken. En een mooi voetbalweekend gewenst, want je had er zin in. Ja, ik heb er zin in. Tuurlijk. Ja. Wij hebben er ook zin in, maar we hebben ook volgende week weer een uitzending, Jack. Ja, volgende week hebben we weer twee toppers, mogen we wel zeggen. En dat is Henk ten Katen. En die is natuurlijk de trainer geweest bij Barcelona. Onder andere samen met Frank Rijkaard. Heeft Messi nog laten debuteren. En daarnaast zit Frans Thijssen. En Frans was ooit in de jaren 80 was hij voetballer van het jaar in Engeland. Dus dat zijn niet de minste. Zeker niet. Voor nu zou ik zeggen een hele fijne Pasen gewenst en vooral een mooi voetbalweekend. Dag.
aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam, kraanverhuur, Tol, plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.